nou wel eens bekend bij mensen dat bijvoorbeeld mensen die stotteren beter kunnen praten door te zingen. En bij dementie zie je ook wel dat muziek helpt bij toch de woorden te vinden. Klopt dat? Ja, en dus we nemen weer het brein erbij. Het lijkt me toch het beste. Ja. En dit is de linkercel, dit is de rechter. En hier zie je eigenlijk spraakgebieden, ik moet het eigenlijk even zo doen. Dit is frontaal. En er liggen heel veel spraakcentra. Je kunt eigenlijk niet meer zeggen iets zit hier en daar, maar goed. Voor nu, hier liggen, en dus dat is hier aan de achterkant, temporaal, auditieve schors hier. Maar hier liggen ook heel veel gebieden die te maken hebben met het ontvangen van taal, begrip. Ja. En aan de voorkant heb je gebieden liggen die juist de productie van taal doen. Maar inmiddels weten we wel dat hier ook productie zit en daar ook begrip zit. Dus dat is een beetje omgekeerd ook. Dus het is veel complexer. Maar die gebieden die hier liggen en die daar liggen, die worden verbonden met een lange baan. Mm-hmm. De allemaal verbinding om te vinden met elkaar. Dus als ik tegen jou zeg appel en ik zeg het na, dan hoor je appel hier. Yeah. Vervolgens wordt het woord naar voren gesluist en jij zegt appel. Appel. Dat kan alleen maar omdat die baan er is. Mm-hmm. Als ik zeg appel en die baan is stuk, die mensen kunnen niet nazeggen. Yeah. Want die horen het wel, maar het gaat niet meer naar voren. Vind je dat duidelijk? Ja. Dus die baan, mm-hmm. de fasciculus arcuatus, de arcus in de boog, mm-hmm. die leg je zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Ja. Dan komt de crux van jouw vraag. Dus links is hij talig, ja. hij doet taal. Mm-hmm. En rechts is hij heel erg verbonden aan zingen, muziek enzovoort. Ah. Dus hier is hij kwetsbaar geworden ja. door die ziekte. Ja. Maar hier is hij de nog. En je ziet bijvoorbeeld iemand met een CVA. Een CVA is iemand met een hersenbloeding of een infarct. Dan is dit gebied ernstig beschadigd. Bijvoorbeeld, stel dat het in de linker hersen plaatsvond. Iemand heeft een afasie. Mm-hmm. Een taal- en spraakstoornis. Yeah. Maar dat infarct staat hier. Yeah. Deze hersenhelft is nog intact. Dus vervolgens gaan we zingen met die persoon. En die persoon blijkt wel dat hij goed kan zingen. En misschien ook wel met dat zingen weer probeert via allerlei verbindingen, ja. deze baan ook weer gunstig te beïnvloeden. Waardoor je kunt trainen, hè? Ja. Via de rechterkant train je dan de linkerkant, via niet-talig train je talig, mm-hmm. om weer te kijken of je ook gewoon kunt leren spreken. Wow, en hoe is het dan met mensen met dementie? Kan dat dan ook op die manier met dat afasie? Dat zou absoluut kijk, doordat je bijvoorbeeld liedjes neemt uit vroeger, mm-hmm. dan doe je weer een beroep op die gebieden die we net hadden. Ja. En als je dan zegt van nou, iemand kan bijvoorbeeld zelf minder makkelijk praten, of woordvindingsstoornissen. Ja. Woordvindingsstoornissen zitten allemaal in dit soort regio's hier, dat je mm-hmm. niet meer op het woord kunt komen. Maar als iemand gewoon automatisch deed het liedje, hoef je niet meer na te denken. Hè? Dus, drie hernertjes of wat is het, een kleine kleuterzout op een hek of iets van vroeger. Yeah. En dan weet je gewoon automatisch. Die automatische piloot zit veel dieper in het brein. Mm-hmm. Dus het is een beroep op structuren die niet zo zijn aangepakt door die ziekte. En is dat hetzelfde als met spreekwoorden? Want spreekwoorden merk ik met mensen met dementie, maak ook vaak zelf. Dat is bijna ook een beetje... Gewoon aanvullen, hè? Dus je geeft een cue en dan zeg je, maakt het me af. Hè? Dus de appel valt niet ver van de boom of eigen haard, schoutwaard, weet ik veel wat. En dat zou je zo kunnen beredeneren. Zo dat wat meer de cue is die je geeft. En de automatische reactie erachteraan komt. Interessant. Maar je dus kan niet, denk ik, bij mensen met dementie door de linker hersenhelft. Zeg ik het goed? Is linker, oké. Okay. Met de rechter hersenhelft, door de muziek. Kan je niet bij mensen met dementie doen, nog de linker hersenhelft trainen. Ja, activeren. Ja, trainen. De vraag is natuurlijk hoe trainbaar is men nog. Ja. Maar het zou best kunnen zijn dat iemand in ieder geval kan die nog zingen. Want het beleeft daardoor ook goede en fijne momenten, wat heel waardevol is in zo'n dag. Ja, dat is. Want het is natuurlijk ook al een dag waarin niet zoveel blije momenten bezitten. Maar als je dus hebt, ik heb weer een goed moment, is dat helemaal heel mooi. En of je daardoor kunt zeggen, je leert weer beter spreken. Ik zou echt moeten kijken of via zingen bij mensen met een dementie het spreken verbeterd. Dus we weten het wel vanuit de hoek van de mensen met de CVA. CVA zijn mensen met een beroerte. Ja. En die via zingen ook wel weer beter in het spreken. Ja. Dat is een onderzoekje waard. Zeker, misschien zijn ze wel. Daar zou ik even moeten nakijken. Ja. Maar vind je dit helder via die banen? Ik vind het helemaal helder. Dezelfde baan, hier aangedaan, daar wat minder aangedaan. Deze helpt mee met zingen. Zingen helpt weer mee. Ja. Met spreken. Zo, dat is een goed idee. Voor mij is het wel heel helder.